LuxXL is een bedrijf voor additive manufacturing. Wij produceren optische componenten en andere transparante elementen. LuxXL heeft een eigen printer ontwikkeld. Die is uniek in de wereld en heeft een manier van het opbouwen van een digitale vorm, van een CAD-model. Die ervoor zorgt dat de gelaagdheid binnen een model niet aanwezig is, waardoor het licht er met minimale remming doorheen kan. LuxXL heeft een groot R&D-team die bezig is met onze eigen printer te optimaliseren en steeds verder te tweaken, waardoor we steeds betere specificaties krijgen en steeds betere producten eruit krijgen. Wij doen zaken in de aerospace, in de verlichting, in de automotive, op LED-verlichting en de fotonica. Nou, we zijn met Materialise gaan samenwerken omdat wij als doel hadden om online business te gaan genereren. We zijn een bedrijf in Nederland wat wereldwijd relevant is omdat wij een unieke technologie hebben. En we willen die via het web beschikbaar maken naar de hele wereld. Via het online kanaal komen vrij veel mensen via luxxl.com bij ons. Die kunnen daar files uploaden. Die file wordt automatisch gecheckt en krijgt meteen een quote. Ja, het voordeel wat het online proces met zich meebrengt is dat het een volledig geautomatiseerd proces is. Het kan aansluiten bij de backend die we hier inrichten en hebben om een erg lean en efficiënt proces in te kunnen richten. Een reden om met Materialise samen te werken is om ons proces zo goed mogelijk te kunnen automatiseren. Om gebruik te kunnen maken van industry standards en om het zo efficiënt mogelijk proces te kunnen maken waar minimale menselijke interactie bij nodig is. De klant heeft daar het voordeel van dat ze erg snel, consistent en consequent kwaliteit krijgen. Nou, de toekomst van LuxXL ziet er goed uit. Wij hopen dat we eigenlijk de wereld van een transparante componenten produceren, dat we die kunnen behoorlijk disrupten met onze 3D printtechniek en dat we daar een erg groot aandeel in kunnen veroveren binnen onze markten. Dat onze printers verder ontwikkeld kunnen worden en echt een relevante productietechniek gaan zijn. De samenwerking met Materialise die hoopt dat ook verder kan groeien met verdere automatisering om het proces beter en sneller in te kunnen richten.